Ja, dit is toch een traditie, al voor de 32e keer? Ik vind het zeker een traditie. Het is inderdaad de 32e keer. En internationaal, we hebben op dit moment Duitse teams, met name Duitse teams van Boetelandje hier op het terrein. Maar in het verleden zijn er ook wel andere teams uit België, Frankrijk en zelfs uit Denemarken geweest. Ja goed, het zijn de traditionele handballanden en daar ontvangt er ook publiek van. Het is altijd heel gezellig en ja, dus zien ze ook allemaal andere mensen van andere clubs. Dat is wel heel gezellig. Dus toch puur voor de gezelligheid? Ook, ja. Hoe komt die van? Van Haarlem, maar ook om de Seboer zijn. Ik ben naar Bekker in Oost-Duitsland. Waar ligt dat dan, Elias? NRW. Is dat 4 kilometer hiervan? Ja. En dat hebben ze dan. Want hier sinds voor Spaas hier het ganse weekende? Ja. En ik kan er wel bij zeggen dat het voor de vereniging enorm belangrijk is dat we een succesvol toernooi hebben. Want hier hebben we toch een heel aardig bedrag van binnen en dat ja, hebben we ook heel nodig. Om alle, met name de zaalkosten dadelijk in het najaar en de winter te kunnen drukken. En ja, dat is eigenlijk gewoon een volledig belang voor Vios dat dit een succes is. Ja, boete dat feit heb je gewoon nog op een zaterdagmiddag vanaf 5 uur in de primeur. Nou, in de primeur, we hebben een nieuw leven ingeblazen. Dat is het eigenlijk. Stratenhandbal, buurten, familie, vrienden, Freizeittoernier heet dat in het Duits. Dat hebben we jarenlang niet meer gedaan. We hebben dat nu weer opgepakt. En we zijn hier tevreden. We hebben 2 poeltjes, 8 teams. En dadelijk vanavond horen vijf. En dan gaan we lekker ballen. En dan gaan we lekker lol hebben. En ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in, moet ik zeggen.